Dordrecht slechts 1 punt. Een tegenstander Telstar won vorige week voor het eerst bij Jong FC Utrecht. En dit is Tankov. De verdediger van Dordrecht kopt de bal achter zijn eigen doelman Jansen. Bizar moment, de voorzet. En er is geen contact tussen de verdediger en de doelman. En zo staat Telstar dus voor met 1-0. Vrije trap voor Dordrecht, Maletic, de oudspeler van Telstar. Hij schiet de bal langs de muur en doelman Houwen is daardoor verrast. De gelijkmaker dus voor Dordrecht. De vrije trap van Maletic. Die valt zomaar binnen. En dus kan Telstar overnieuw beginnen. Dit is een van de aanvoerders, een van de smaakmakers aan de zijde van Telstar. Goed de voordeelregel toegepast door scheidsrechter Bijl. En Seeger, de Engelsman, met zijn eerste. Want dit had een strafschop kunnen zijn. En Seeger, zijn eerste voor Telstar. En de 1-2. Opnieuw Seeger, loopt weg bij Stankov. Dan is het in de slotfase 3-1 voor de ploeg van Mike Snoei. En zo lijkt Telstar dus voor de tweede maal op rij te winnen. Goed afgemaakt door Seeger. En zo speelt Telstar eigenlijk met Dordrecht in de slotfase. Uiteindelijk gaat het dan 4-1 worden. De Argentijn Lescano staat geen buitenspel. En zo boekt de ploeg van trainer Mike Snoei een simpele zege bij Dordt. Het is inderdaad geen buitenspel. En zo wacht Dordrecht nog steeds op de eerste zege.